Gemaakt met natuurlijke ingrediënten. Volkoren. Een mega grote zak. Wat zit er daar eigenlijk allemaal in? Hier heb je nog wat uitleg over het brood en dergelijke. Voilà. En het zit vol met smaak. Ja, vol met smaak. Hello. En dit zit er allemaal in het brood. Moet maar een keer rustig kijken wat er allemaal in zit in dat brood. Maar ik vind het niet lekker, mensen. Het smaakt naar karton. En het voelt aan als zo, ja, gerezen brood die zo een papierachtige structuur heeft. Ik vind het niet lekker. Kijk, mensen. Het is lekker zacht brood. En als u er zo op duwt, dan komt het wel een klein beetje terug naar boven. Maar het voelt echt aan alsof dat het, ja, moet ik het zeggen, zo, ja, elastisch is, zo papierachtig. Ken je dat? Luister goed. Zie je? Het hoort ook naar papier. Dat is echt papierbrood. Dit is zoals ik noem, geen budgetfood. Dit is nog slechter dan budgetfood. Dit is rotzooi gewoon. Dit is rotzooifood. Dat noem ik zelf geen eten. Dat is echt rotzooifood. Zo, voilà. Welkom, rotzooifood. Nu, voor de mensen die dit brood lekker vinden. Ik ben blij voor jullie dat je het lekker vindt, dit brood. Maar ik vind het echt niet lekker, mensen. En nochtans, je betaalt er genoeg geld voor. Betaalt 2,15 euro voor een hele zak brood. En ja, ik vind dit echt niet lekker. Dit is echt geen eten, dit is rotzooi. Dat je goed luistert. Dit is gewoon geen brood, mensen. Dit is bloem met papier of ik weet niet wat dat het is. Het is gewoon geen brood, dit. Allee, het zou moeten brood zijn, maar ik noem dat geen brood. Dit is gewoon brol. Dit is gewoon rotzooi. Dat is geen brood. Dat is gewoon, ja. Allee. Nee. Dat is echt afgekeurd. Brood van de Colruyt is 10 keer beter. En goedkoper. Dus dit is echt geen budgetfood, mensen. Dit is gewoon weggesmeten geld. Kun je gewoon je geld in de vulbak gooien en het is opgelost. Moet je niet kopen. Wat je wel moet kopen daarentegen, dat is dit. Krentenbrood van de Albert Heijn. Dat is mega lekker, met wat salami erbij. Dat is lekker. Goed mensen, dit was een hele korte video van budgetfood. Ik noem dit nu echt geen budgetfood. Ik noem dit rotzooifood. Brood van de Albert Heijn dat ik hier heb. Het lijkt heel mooi. Het was bonus, het was korting. Ik vind het gewoon rotzooi. Het is niet lekker. Zelfs met een schelletje kaas zou je denken, dit is lekker. Nee hoor, zeker niet. Het is nog steeds niet lekker, mensen. Echt waar, het is nog steeds niet lekker. Zo, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze, ja, niet heel interessante video. Maar, ja, ik zou zeggen, graag tot een volgende video. Maar weer, dag. Tot de volgende keer. Oh ja, mensen, vergeet jullie zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal en mij te volgen op de social media. En ga zeker een keer kijken naar mijn pretpark YouTube-kanaal, Mr. Theme Park Fans, want daar vind je ook wel interessante dingen terug. Tot de volgende keer. Dag.